Het is een knolselderij, vooral bekend voor bij de erwtensoep. Deze kan je oogsten. De wortels zitten echt helemaal rondom, onder de knol. Dus wat je doet is echt alles eronder helemaal los snijden. Want als je bijvoorbeeld hier kijkt, zie je dus al die wortels zo zitten. Dit is de onderkant. Kan je het ergste kan je er zo van afsnijden. En dan kan je het gebruiken.